Goedendag, kijk naar de weerswacht van Weerplaza. We hebben te maken met een noordwestelijke aanvoer van relatief koele lucht en ook wolkenvelden. Die wolkenvelden die bevinden zich vooral landinwaarts en natuurlijk voor een deel ook op de Noordzee. Maar vanmiddag begon het vanuit het westen toch aardig op te klaren en daar werd het dan toch nog even vrij zonnig. Maar we zien in de aanvoerrichting meer wolkenvelden liggen, dus we zijn er nog niet vanaf. Uit die wolken viel ook een enkel buitje. De meeste buien hadden het voorzien op de waddeneilanden eilanden en de noordelijke provincies. Enkele wisten ook Twente of de Achterhoek te bereiken. In de rest van het land bleef het allemaal droog. De temperaturen vandaag zo'n 13 tot 17 graden. En vanavond dan daalt het kwik tot rond de 13 graden. Heel lokaal misschien nog een buitje in het noorden of oosten, maar op de meeste plaatsen is het droog. In de nachtelijke uren hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Op de koudste plaatsen wordt het zo'n 5 à 6 graden en onder de bewolking is het een graad of 10. De wind stelt in het binnenland weinig voor. Aan zee is die windkracht 4. Morgen hebben we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, behalve dat er veel minder buien gaan vallen. En ik heb toch ook goede hoop dat de zon zocht dus ook al meer een rol gaat spelen. Een afwisseling van zon en wolkenvelden dus. Zeer lokaal in het binnenland nog een buitje. En temperaturen kunnen iets hoger worden dan vandaag. 15 graden in het noorden en rond de 18 graden langs de zuidgrens. De wind is in de ochtend langs de Noordkust nog af en toe windkracht 5. S'middags neemt hij af naar windkracht 4 aan zee. En in het binnenland staat nog steeds windkracht 2. Geen verkeerde dag? Nou, de donderdag, dat wordt misschien wel een verkeerde dag. Want in de nacht naar donderdag gaat het in het noordwesten al regenen. En daarna breidt de regen zich langzaam verder over het land uit. Donderdagmiddag meeste buien. In het zuiden dan vooral nog af en toe zon. Daar 17 graden. Maar in de buien is het 14 à 15 graden. Vrijdag en zaterdag ook kans op enkele buien, dan ook wel weer afgewisseld met van tijd tot tijd zon en de wind blijft stevig waaien uit het westen. Vaak windkracht 5, soms windkracht 6. Temperaturen zijn niet om over naar huis te schrijven, 13 tot 17 graden. Ja, gaat het dan een keer warmer worden? Nou, uiteraard wordt dat vanzelf een keer het geval, maar we zien het ook al in de weerkaarten terug. Er komt een stijgende trend aan. Misschien zondag al een positieve dag met plaatselijk 20 graden. Maandag lijkt ook een warme dag te worden. En begin juni, dan gaat het kwik verder omhoog. We zien hem zelfs ruim boven de grafiek uitkomen. Dus naar waarde van zo'n 20 tot 25 graden. Ik moet wel eerlijk zeggen, de gemiddelde temperatuur ligt rond 20. En er zijn natuurlijk ook berekeningen die koeler blijven. Dus zeker is het nog steeds niet. Wat wel zeker is, is dat warmer zomerlucht van Zuid-Europa naar Centraal-Europa stroomt en dat we daar dus dan ook misschien mee te maken krijgen. Zien we ook in deze grafiek terug, dat geldt voor Zuidoost-Nederland. De meest lichte kleur geeft de kans op meer dan 20 graden aan. Nou, die zien we vanaf 4 juni rond de 70% liggen. Dus dat de temperaturen omhoog gaan, dat lijkt toch wel behoorlijk zeker. Of het ook 25 graden gaat worden. De oranje kleur, dat is nog hoogst onwaarschijnlijk. 20 tot 30% en slechts een kleine kans op temperaturen van 30 graden. Maar dat is misschien ook weer iets te veel gevraagd. Hoe dan ook nog even volhouden. Donderdag de meest wisselvallige dag. En daarna gaan we langzaam richting hogere temperaturen. En die krijgen we dus in de loop van volgende week. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.